Zo, nou, een lange dag. Eleonie, misschien toch een moment om, om jou iets te laten vertellen wat jou vanaf het moment dat jij hier in Costa Rica belandde, in 1987, wat je allemaal is nou, overkomen, toch? Nou, ten eerste ontmoette ik een geweldige man, Joost. En nou ja, we zijn 4 jaar samen geweest, een prachtige zoon. Inmiddels 25 jaar, Sebastian. Maar ja, ons geluk duurde maar 4 jaar. Omdat Joost helaas met een vliegtuigje is verongelukt. Ja, en ik was zwanger van de tweede. Ja. Dat heeft enorme consequenties gehad. Zo, ja. Het kindje ben je toen verloren. Ja. Ik heb mijn leven eigenlijk heel snel getracht weer op te pakken. Ik heb het eigenlijk 18,5 jaar met me meegezeuld, het verdriet. En in 2011 ben ik gewoon soort of non-actief gegaan. Ik kon niet meer. En toen heb ik echt 9 maanden therapie gehad, 2 keer in de week. Toen kwam het er allemaal uit? En alles kwam eruit. Ja. En ja, dat heeft me ontzettend veel goed gedaan. Want ik ben echt een andere persoon geworden. Ja. Even terug naar Dat rampjaar, waarin je hier hebt overleefd. Ja. Waarin je ook je peetouders hebt leren kennen. Waar we hier die kende gaan. Ik al iets eerder, maar die band is daardoor wel heel sterk geworden. Die hebben me door zo'n ongelooflijk moeilijke tijd heen gesleurd. Dat is echt met geen pen te beschrijven. Ja, heel veel. Dat ja? Is mooi. En voor jou ook. Hoe bijzonder is het trouwens dat je zo'n... zo'n leuke man dan ik heb geen idee. Ik vraag me ook heel vaak af, hoe kan je nou 2 keer in je leven zo'n geluk hebben? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. I don't know. Ik heb het. Gelukkig. Ja. Maar dat wist je nog. Je schrikt er een beetje van, hè? Ja. Nee, je wordt er heel emotioneel van, maar... We zijn gewoon verliefd op elkaar. Ja. Ik heb geen andere woorden. Nou, ja. Okay. We zijn hek. We vooruit zijn dan. Hek op elkaar. Ja. Ja. Het bijzondere van jullie is eigenlijk dat jij natuurlijk oorspronkelijk hier vandaan komt. Ja. Maar dat jij, Leonie, hier bijna net zoveel banden hebt. Dat jullie eigenlijk allebei verschrikkelijk graag hier al die mensen willen zien. Ja. Het zijn... warme mensen voor ons. Ze zijn dus heel bijzonder. Zowel echt. Familie als geen directe familie, indirecte familie. We hebben gewoon warme mensen om ons heen. Ja. Toch? Ja.